Games voor Game Max, welkom bij de nieuwe Minetopia video mensen. Vandaag geen Minetopia opdracht, maar gewoon de normale oude serie zoals normaal. En vandaag gaan we iets super tofs doen. Zoals jullie in de titel hebben gezien, gaan wij vandaag, ja, wat zijn het? Lucky Goodie Bags openen of ik weet het niet. Maar ja, ik heb in ieder geval een speciale gast hiervoor ja, in het huis. Of eigenlijk ben ik bij zijn bedrijf of ja, waar hij werkt. In ieder geval, kom maar beneden. Daar is hij nog, de enige echte Daan Holland. En ja, hij was, hoe heette die dingen nou? Lucky Goodie Bags. Lucky Goodie Bags openen. Ik dacht, dat vinden de kijkers altijd leuk om te zien dat we ze openen. Dus ik dacht, mag ik een paar met jou gaan openen? Hij zei, ja, ik geef jullie zo meteen een paar en dan kan jij die gaan openen in de video. Ik dacht, het is wel leuk als hij meedoet. Dus ja, hij heeft ze gekocht. Hoeveel heb je er? 10. Hij heeft 10 van die Goodie Bags. En wat kan er allemaal in zitten? Unique kleding en hoe heet het? Goldcoins. Unique kleding. Nog meer? Gekke kleding, enchanted, handstone, ja, dat is... water, dat was best veel waard. Speedboost ook, oh, die zijn vrij gewild de laatste tijd. Want heel veel mensen vragen mij, verkoop je speedboost? Maar ik verkoop ze niet mensen. Dus als je me tegenkomt op de straat, ik heb eigenlijk niks te koop eigenlijk. Want ja, ik heb natuurlijk alles in mijn appartement liggen. En dat geven we allemaal weg in livestreams. Dus ja, als ik wat heb, dan geef ik het meestal weg in livestreams. Want ik verkoop eigenlijk helemaal niks. Dus ja, zet het belletje natuurlijk aan, want binnenkort weer een livestream. Want we hebben nog heel veel dingen om weg te geven. We hebben een paar stek vitamines en een paar kisten voor kleding. Een paar kisten met accessoires en voor miljoenen en stuff ligt er nog allemaal. Dus check binnenkort de livestream. In ieder geval zet het belletje aan. En ja, laten we in ieder geval gaan starten met het openen. Dus ja, drop ze maar één voor één. Dat is misschien leuker. Oké. Ik heb ze nog nooit geopend mensen, Lucky Goodie Bag. Dus we gaan zien, heb ik ze ooit geopend? Nee, volgens mij niet, want ik kocht vorige keer met mijn Lucky Shots. Dit kost 1 Lucky Shot per stuk, of niet? Ja, klopt. Ja, en ik kocht vorige keer kocht ik die echte loot craze in Downtown voor 3 Lucky Shots per stuk. Dus ik denk dat ze wel iets slechter zijn, maar er kan alsnog goede stuff in zitten natuurlijk, want ja... Als ik dadelijk ineens een goldcoin krijg, ja, dan is Daan heel blij, want ik ga natuurlijk de spullen gewoon aan hem geven. Maar dan zou het wel echt tof zijn voor de video natuurlijk, als ik gewoon een goldcoin eruit pak. Dat zou wel mooi zijn. Ja, dus ik maak even ruimte in mijn... Ik moet wel een beetje eten erbij houden. Dus ik maak even ruimte dat we natuurlijk mooi zien in de ding wat ik krijg. Nou, ik moet gewoon rechtermuisknop klikken, right? Ja. Nou, dan komt dan de eerste Lucky Goodie Bag en we hebben... Even kijken... Oeh, volgens mij is dit best wel een goeie. Want we hebben een Dragon Head. Is dat goed? Ja, dat is best wel een lol. Ja, die had een Unique Martijn DDG. En sportschoenen paars. Dat zijn toch speedboots? Ja. Dat geef ik alvast de volgende inventory zit vol. Oh ja, moeten we even naar een ruimte met kist of zo? Ik neem deze even mee. Kijk, loop mee. Oh, we zijn in de winkel van IJzertower. Nou, hier heeft hij genoeg plek. Nou, even kijken, deze ook nog. In ieder geval, die paarse zijn speedboost 0.02. Ik heb nog de oude 0.03. Maar je hebt ze dus nu ook in verschillende kleuren, dat is wel nice. In ieder geval, ik vind de witte nog altijd mooi. Het is natuurlijk, ja, zoals iedereen vroeger had. Dus ik blijf er een beetje bij. Nou, dan gaan we door naar de tweede. En wat krijgen we hieruit? Ook dit wist ik niet. Je krijgt er blijkbaar ook eten uit. Ja, spareribs, maar... light, smiley en... Kip, wat een naam hebben ze allemaal gekregen. Ik heb ze in ieder geval nog nooit gezien. Af en toe ook even mijn drinken checken, want mijn fitheid moet echt een stukje omhoog. Dan moet weer een hoger leveltje worden. Nou, welk level ben je dan? 42. Ik was eerst 53 of zo, maar ik ben ineens weer 42. Ik weet niet hoe, maar het zal wel allemaal. In ieder geval, er komt de volgende. En, die heb ik afgeduld. Ja, dit is rotzooi, dus droppen we gewoon gelijk. Nou, dan gaan we door naar alweer de vierde. Ja, soms zit er rotzooi in, dan kan je niks aan doen. Oh, ook een koffer. De vierde. Nice. Nou, ook niet echt iets enchant, dus allemaal non-enchant unique kleding. Ga je die verkopen op een veiling allemaal, of geef je die weg, of wat doe je er allemaal mee? Unique kleding, dat geef ik altijd op het Atlantaplein weg. Nou, dus... En alle rest van de spulletjes gooi ik op de veiling. Nou mensen, dus als jullie Daan Holland online zien, ren naar die automaat toe en misschien staat hij er wel. En dan kan je misschien wat... ja, je moet geluk hebben dat hij er is natuurlijk en dat hij het open is. Dus ik zag net ook allemaal mensen op die kleding duiken als je ze dropte. Dus ja, ik denk dat je wel vrij populair bent hier in Atlanta. In ieder geval, dan gaan we door naar de volgende. En in de volgende hebben we, ja... Nou, we begonnen wel wat beter moet ik zeggen. Dit is ook weer een beetje allemaal non-enchanted. De hoeveelste is ze dan weer? Ik weet het al niet meer, ik ben de tel kwijtgeraakt. Nou, laten we hopen dat dit een goede... Heb je nog een ritueeltje of zo wat ik kan doen, dat er echt iets goeds in zit? Nee, geen idee. Nee, ik heb hem open gemaakt. Nou, het heeft niet geholpen. Unique Whoop roze leggings. Ik weet niet hoe ze die zo heet. Unique Wiz, Golden Rot. Het zijn allemaal namen op spelers gebaseerd, als ik het goed heb, of niet? Ja, toch? Ja, dat kan. Ja, klopt. Er was een keer zo'n actie dat mensen hun eigen kleding konden krijgen of zo. Daar heb ik dus nooit mezelf voor opgegeven, maar gelukkig heb ik mijn eigen setje in de game. Maar die heb ik zelf niet eens, want ja, mensen dachten laten we gewoon... Oké, ik heb nog niet geopend, maar dat maakt niet uit. Ik heb er al, wacht even, ik heb er mee. Oh. Mensen zeiden, kochten mijn setje dus op een veiling of een loot. En dan dachten ze dat ik er echt miljoenen voor zou gaan betalen, maar ik ben niet gek. Ik ga echt niet al mijn geld uitgeven om mijn eigen setje te hebben. Want mensen dachten, we kopen hem gewoon en dan gaan we naar maximum verkopen voor 10 dubbele. Maar ja, zo gek ben ik dan ook niet meer. Zoveel waarde hecht ik er ook niet aan een setje dat mijn naam heeft. Ik heb natuurlijk nog altijd een mooie setje, die nog altijd heel veel mensen willen hebben, aangezien ik de enige ben die het heeft, zowat. Nou, oké, laten we gewoon verder gaan met deze crates, want dat setje boeit helemaal niemand. Oké, let's go! En dan hebben we nu... Ik krijg wel veel boots. Coraline boots, shimmering blush boots, ceruli... Oké, kan je dit uitspreken? Nee, dat kan ik niet uitspreken. Was dit is dit de laatste? De ene laatste. Oh, de ene laatste. Nog eentje. Nou, kom op. En, dit kennen we wel, chestplates. Chestplates zijn altijd het meeste waard. Dante, Purple Leggings, Aquafin. In het begin was echt een stuk beter. Ja, en nu is het alleen maar unique. En nu is het alleen maar die speedboots. Is dat het beste wat we gekregen? Ja, toch? Ja, en een koffer had je eruit. Oh, had ik ook een koffer? Ja, hier. Echt? Ja. Alleen, kan je... Oh, wat drop ik? Oeps. Ben ik nou zo blind geweest dat ik die koffer niet heb gezien? Ja. Huh? Nou, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Ik weet, heb jij nog van dat sushi op? Nee, ik heb... welke sushi deed? Deze niet. Nee, oh nee, ik heb niet. Nou, dit is de laatste. Oké. Oeh. Oké. Unique, we houden even de spanning voor jou, de kijkers zien het al. Unique snoetje black leggings. Unique maanrood chestplate. En dan sluiten we af met toch iets beters dan al deze non-enchanted dingen. Dat is een endstone enchanted helmet. En dit is chain, dus het is beter als leather. Protectie 2, legendary 1 item. Dit is dus best goed volgens mij. Want vroeger waren ze, volgens mij, hoeveel levens op een veiling? Toch wel 50k vroeger of zo. Op mijn veiling tenminste. Ik weet niet of ze meer waard zijn geworden of minder. Ik denk dat jij het al weet. Geen idee, eigenlijk. Nou, hij weet het niet. Maar in ieder geval, ja, beter afsluiten dan we hadden verwacht. We dachten, ja, er komt alleen nog maar rotzooi uit. Maar we hebben dus best mooie dingen gehad, want we hebben er maar 10 geopend. Ja, maar die speedboots waren toch wel het meest, of wel? Of niet? Ja. Hoeveel zijn die waard? Genoeg. Ah, dat weet je ook niet. Nee, ik gooi ze altijd op de veiling en ik zie het uit. Oh, je gooit ze op de veiling. Maar bij welke veiling gooi je de spullen altijd, voor als de mensen de spullen willen hebben? Maak even reclame. AV, als het goed is dat. Van Lexfunks. En waar ligt het? Cosmo. Oké, Cosmo-veiling, dus de mensen weten vast wel wat het is. Nou, in ieder geval, dan gaan we even naar boven. We hebben in ieder geval een mooie opening gedaan. Wil je het vaker zien, dan, ja, dan moet je het tegen Daan zeggen. Als je het tegenkomt, gaan we maar dingen openen. Want ik heb maar 5 van die Lucky Shots, ik kan niet zoveel kopen. In ieder geval... Ik kan er heel wat. Ja, ik heb gehoord, hij kan er nog heel wat openen, het hele jaar door. Of niet? Nou, als dat met 945 kan. Ja, hij kan een 945, maar je gaat ook natuurlijk van die andere kopen natuurlijk. In Cosmo, of ik zeg altijd Cosmo, maar het is Downtown natuurlijk. Ja, de loot crates, dus, daar ben ik wel te vinden. Ja, daar is hij ook wel te vinden. Dus nou ja, in ieder geval, hoeveel goldcoins heb je eigenlijk? 6. 6 goldcoins, weet je hoeveel ik er heb? Nou. Ik heb helemaal geen mensen. Nog steeds geen goldcoin. Wat kan je er allemaal mee kopen? Ik heb echt super vette dingen gezien die je allemaal kan kopen tegenwoordig met die goldcoins. Ja, je kan zo'n oxboard, helikopters als het goed is, auto's, motors, fietsen. Fietsen? Heb je al fietsen? Nou, volgens mij niet met fietsen kan je volgens mij niet met de goldcoins kopen, maar dat weet ik niet. Oh, fietsen, ik wist niet dat ze er ook al waren. Nou, dan moeten we binnenkort maar eens een fiets gaan kopen. En een, of kan je oxboard alleen met zo'n goldcoin? Weet ik niet. Volgens mij kan je of met goldcoin of gewoon, ja, weet ik veel, in een shop of zo. Ja, dan gaan we dat binnenkort maar eens gewoon even bekijken. In ieder geval, ja, bedankt dat ik het even mag openen voor de video. In ieder geval, mensen, tuurlijk. Wil je nog even wat zeggen? Even klaarmaken voor de winkel, nou, als we toch zijn. Nou, dus je ziet het, hè? Ja, maar ik moet even naar buiten, dan zien ze, dan weet je misschien wat het is. Nou, hier werk jij dus. Ja. Als je nog werk nodig hebt, ik kan me niet voorstellen met zoveel dingen op de veiling, maar... Blijkbaar toch wel. Hier is het, daar is het pleintje. Nou, hier is het. Het is, hoe heet het? Hoe heet de winkel? Oh, Terrorfish. Terrorfish. Ja, Terrorfish. Nou, ik verkoop hier dus zalm, sushi, ander sushi, nemo, haring en boekjes en fles. In ieder geval, als je eten nodig hebt... ja, koop even bij deze man, dan verdient deze jongen ook weer wat geld erbij. In ieder geval mensen, dit was dus de video. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik zie dat het een casino is, dus misschien leuk voor een andere keer. Wat is dit, een nieuw spel? Ja, je drukt op het knopje of zo en dan als hij op goud komt of zo, dan wordt je bedrag verdubbeld volgens mij. Oeh, dat ga ik binnenkort dus ook een keertje uitproberen. Ja. Even kijken, bla bla. Komt het gouden blokje, hè? Huh? Dus als je op het gouden blokje komt, dan... Dus dan win je 2 keer je inzet. Dus je hebt maar 1 op 4 kans. Ja, zoiets, ja. Nou, in ieder geval, ik ga het binnenkort eens een keer uitproberen. Kijken wat er gaat gebeuren. Voor wie is het? Plotinfo van Barista. Nou, in ieder geval, ik ga het een keer uitproberen. Misschien lijkt het leuk voor de video. Laat het achter. In ieder geval, mensen, laat achter als we dit vaker moeten doen. Als wij vaker even van die dingen moeten gaan openen. Ik vind het natuurlijk altijd leuk. En ja, meestal heb ik wel wat geluk bij die dingen opening. Ik weet niet, heb ik het goed gedaan? Heb ik goede dingen eruit gepakt? Ja, ja, ja. Zit er prima dingetjes in, zeker. Dat dacht ik ook, want ik zag jou net openen. Ik kreeg alleen maar troep eruit. Dus ik denk dat we het wel goed gedaan hebben. Ja. 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 In ieder geval, jij gaat denk ik nog even de hele dag verder openen. In ieder geval... Mensen, bedankt voor het kijken en ja, like deze video als je het tof vindt. Vergeet zeker niet te abonneren en zet het belletje aan voor die komende livestreams die komen waar we superveel dingen gaan weggeven. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot volgende.